Welkom aan boord van Drifter 22, Dulce Bella. Het is vandaag een prachtige maandag. Het is maandag 19 juni. En Dulce Bella steekt de Stronsay Firth over. En dat is een kanaal van een... De verbinding tussen de Atlantische Oceaan en de Noordzee. En dat doen wij op een vrij hoge graad. Want het wordt hier bijna nooit licht. Nooit donker bedoel ik. Ja, nooit licht in de winter. Je ziet hier de Coast of Windrose. En op de achtergrond Stronsay. Dat is nog een mijltje of 5 gaan. De westpunt. De westpunt zie je daar natuurlijk. Even Coast of Holland de leiding genomen. Maar ik zal u niet te lang vervelen, maar het is wel leuk om daar nog even te kijken naar twee coasters, Golfbreker en Batier, die een inzoomen, dat lukt op deze afstand niet, die de stroom mee hebben proberen te nemen. Nou, ik denk dat we ongeveer precies gelijk uitkomen. De stranden zien er inderdaad ontzettend aantrekkelijk uit. Er is ook bijna niemand. Ik denk dat het nu we de mainland verlaten en naar de noordelijke eilanden van de Orkneys vertrekken, dat het echt helemaal rustig gaat worden. Ik probeer even een soort pen te maken. Dat u, er lopen er wel wat golfjes tussen de Atlantische Oceaan en de Noordzee. De bellen die is een beetje riepelig. Eiland waar we eigenlijk de nacht hebben doorgebracht. Nou, er liggen eigenlijk overal eilanden en scaries, zoals ze heet. Een soort enge achtige rotspunten waar je beter in kan blijven. Dit was Drifter 22 Dulce Bella op een heerlijke zonnige vakantiedag. Terwijl het in Nederland 33 graden is, is het hier 14 graden in de cabin. Maar dat heeft ook de zekerste charme. Dit was Drifter 22 Dulce Bella. Drifter 22 Dulce Bella. Uit.